Je ziet hem bijna nooit meer, maar ooit was de Honda Civic Hybrid een van de bijtendingsknallers van Nederland. En dat zijn ze bij Honda zeker niet vergeten. Sterker nog, ze zien de hybride als de enige mogelijke aandrijflijn waarop de 11e generatie Civic gaat slagen. De 1.0 en 1.5 die je in de vorige Civic nog kon krijgen, worden helemaal achterwege gelaten. En bij de nieuwe 11e generatie heb je alleen nog de keuze uit een hybride of gelijk een super dikke Type R. Alle ballen dus op de bijzondere Honda Civic e-HEV. Ja, en die e-HEV aandrijflijn, dat is echt met recht een bijzonder ding, want Honda bouwt een hybride en dat moet dan natuurlijk op zijn Honda's net even anders dan alle andere merken het doen. Het is een 2 liter 4-cilinder verbrandingsmotor en 2 elektromotoren en die werken op een vrij bijzondere manier samen. Want die 2 liter verbrandingsmotor is er eigenlijk om een van de 2 elektromotoren aan te drijven. Die werkt als generator. En dan zit er nog een 184 pk en 315 Nm sterk exemplaar en die verzorgt de aandrijving op de voorwielen. En die 184 pk en 315 Nm, dat is ook gelijk het systeemvermogen van het pakket. Want er zit dus wel een 2 liter 4-cilinder in, die levert 143 pk. Maar die is er echt alleen maar om energie te leveren aan die grote elektromotor. Of bijna alleen maar om energie te leveren aan die elektromotor. Want in het pakket zit een koppeling. En er is één vaste overbrenging, ook een vrij lange, naar de voorwielen. Dus als je op de snelweg rijdt, of nou ja, in ieder geval op buitenwegen, je moet boven de 80 rijden, dan kan die koppeling dicht en dan drijft de 2 liter dus de voorwielen aan. Nou, terwijl die dan de voorwielen aandrijft, blijft er nog wel wat energie over. Daarmee laat hij dan het accupakket weer een stukje op. En als je op de snelweg bent, zie je eigenlijk steeds een soort van dezelfde cyclus gebeuren. Hij rijdt even op die 2 liter, dan laat hij ook het accupakket een beetje bij, dan gaat de 2 liter weer uit. Dan rij je 500-600 meter rij je volledig elektrisch, soms wat meer, soms wat minder. En zo blijft zich dat steeds herhalen. En op zich is het dan best een efficiënt pakket, want je rijdt op de snelweg, als je 100, 110 rijdt zoiets, rij je bijna 1 op 20. Ga je dan eenmaal de stad in, dan wordt hij eigenlijk alleen nog maar efficiënter, want dan heb je aan dat iets meer dan 1 kWh grote accupakket genoeg om een paar kilometer elektrisch te kunnen rijden. En in de stad werkt het systeem ook heel vaak als een seriehybride, dus dan draait de verbrandingsmotor wel, die wekt dan energie op en die gebruikt de elektromotor om mee te rijden. En dat gaat allemaal op zich heel soepel en heel mooi en omdat die elektromotor zo sterk is, hoeft de verbrandingsmotor eigenlijk nooit lang hard te werken, dus je hoort hem ook bijna niet. Het is echt pas als je meer dan 50% vermogen vraagt, dan begin je te horen dat er een verbrandingsmotor actief is. En als je dat doet, heeft Honda er ook nog een soort systeempje ingebouwd dat hij versnellingen faked. Dus in principe zou die verbrandingsmotor gewoon een vast toerental kunnen aanhouden, want hij hoeft alleen maar energie op te wekken en er zit geen versnellingsbak in. Maar wat ze dan doen, als je hem wat meer hoort, dan dipt hij af en toe eventjes de motor en dan is het net alsof hij schakelt. Het is natuurlijk nepper dan nep, want nogmaals, hij zit dan helemaal niet vast aan de voorwielen en er is geen versnellingsbak. Maar ja, plofjes in de uitlaat van de hot hatch zijn ook allemaal hartstikke nep. En ja, net als bij dat geval, het stoort niet. Dus als je wat harder wil rijden en je hoort die verbrandingsmotor, dan is het niet hinderlijk of zo. Het is als geheel, het is een mooi geraffineerd pakket. Je rijdt er makkelijk 1 op 20 mee. Dus het is allemaal anders dan anders. Maar het werkt eigenlijk heel erg goed. Nou noemde ik daar straks al eventjes de Civic Type R. En dat is niet geheel zonder reden. Want bij de meeste merken is het zo, je bouwt eerst een hatchback en daarna gaat de hete versie komen. En bij Honda lijken ze het precies andersom gedaan te hebben. Ze hebben eerst de Type R gebouwd en toen gedacht, dan gaan we die wel afschalen. Dus alles in deze auto is eigenlijk al gericht op een sportieve versie. Vandaar dat die enorm laag is. Het scheelt zo 1 cm of 4 cm met bijvoorbeeld een Golf. Hij is lang, grote wielbasis. Je voelt ook dat het chassis heel stijf is. En zelfs deze hybride, die staat al op Pilot Sport 4-banden. Dat is voor een hybride best een opmerkelijke keuze. Je hoort ze ook goed, dat is het nadeel. Het voordeel is, ze bieden wel enorm veel grip. En door die lange wielbasis, het feit dat hij ook heel breed is, multilink achterwielophanging, het is een auto die gewoon heel erg fijn rijdt. Hij is vrij stevig, dus woon je in een wijk met veel drempels, dan kan ik me voorstellen dat het net even iets te is. Maar verder, op goed asfalt, hij ligt fantastisch goed, de besturing is lekker direct, er zit ook wat gevoel in, voldoende tegendruk. Het is een auto die heel mooi afdempt en daardoor is hij scherp, is hij communicatief. Maar hij is niet oncomfortabel en dan is het eigenlijk gewoon een heel mooi totaalpakketje. En door die dalende daklijn ziet hij er ook nog eens lekker uit. Uiteraard heeft die hele lage koets wel gevolgen voor de hoofdruimte op de achterbank, want die is, zoals je ziet, niet heel erg denderend. Ik ben 1,80 meter en ik zit echt al gewoon met mijn haren tegen de daklijn aan. Nou scheelt het dat de wielbasis wel vrij fors is. Je hebt dus veel beenruimte, dus je kunt een beetje onderuit gaan zitten. Maar voor langere mensen wordt dit wel heel snel heel krap. Omdat het een forse jongen is, heb je wel 404 liter bagageruimte in de achterbak. En dat is heel erg netjes.
voorin heeft Honda bovendien echt een hele goede stap gemaakt. Het is nog net zo degelijk als de vorige. Alles sluit gewoon mooi nauw aan. Het voelt allemaal alsof het gebouwd is voor de eeuwigheid. Maar het ziet er veel mooier uit. Veel modernere schermen ook. Met name het centrale infotainment systeem ziet er gewoon een stuk beter uit. Het is makkelijker te begrijpen. Mooiere digitale tellers. De zitpositie is goed. De stoelen ondersteunen. Kortom, het hele plaatje klopt wel. Nou, tel dan nog eens bij op dat het Honda Sensing systeem met alle actieve veiligheidssystemen ook bovengemiddeld goed werkt. En je hebt eigenlijk gewoon een heel goed kloppend totaalpakket. Het enige is een beetje de prijs, want je hebt hem dus alleen maar in een versie met gelijk meer dan 180 pk. En dan zijn ze ook nog eens vrij luxe uitgerust. En dan begint het bij ongeveer 37.000 euro. En deze topversie, de Advance, is meer dan 41.000 euro. En dat is heel veel geld. Maar je hebt ook meteen heel veel auto. Dus ben je in de markt voor een wat luxere, potentere C-segmenter? Dan moet je zeker even bij de Honda dealer kijken voor deze nieuwe Civic.